Beste collega's, beste studenten, beste vrienden van de KU Leuven gemeenschap. Onze universiteit, ons land en ik kan zeggen stilaan de hele wereld zijn in de ban van het coronavirus. Op heel korte tijd is duidelijk geworden hoe kwetsbaar we zijn. Kwetsbaar als individu, maar ook kwetsbaar als gemeenschap. En, en dat vind ik hartverwarmend. Even snel is duidelijk geworden hoe weerbaar we zijn, hoe verkrachtig we zijn. Elke dag opnieuw slagen we erin om deskundigheid, creativiteit en, ja, bij velen van ons ook zelfopoffering te mobiliseren, daar waar het echt, echt nodig is. En ja, we hebben daar als KU Leuven een erg belangrijke rol te spelen. En we hebben die tot vandaag ook gespeeld. We hebben de overheid in een erg vroeg stadium gewezen op de risico's van de epidemie. We hebben haar ook onder druk gezet. En jullie kunnen dagelijks volgen hoe onze wetenschappers het publiek voorlichten over de evolutie van de pandemie, over de impact, de prognoses. De maatregelen van de overheid en hoe lang ze nog nodig zullen zijn. En, belangrijk om te beklemtonen, we zien toch ook hoe ons universitair ziekenhuis een zo prominente rol speelt in de aanpak van deze epidemie. En mijn dank echt aan iedereen die in de frontlinie in het UZ Leuven actief is, maar zeker ook zij die actief zijn in de eerste lijn van de gezondheidszorg, waar echt waar bergen werk worden verzet door heel veel zorgberoepen. Beste studenten, collega's. Ik twijfel er niet aan dat deze periode voor jullie soms veel onzekerheid meebrengt. Sommigen van jullie zijn misschien al getroffen door verlies van een dierbare of heel erg bezorgd over wie intussen ziek is uitgevallen. Net nu op het moment dat al die vertrouwde netwerken van collega's, vrienden, vriendinnen weggevallen zijn. De dagelijks ontmoetingen binnen en buiten in koffiekamers, gangen, auditoria, leercentra. Die zijn nu intussen al enige tijd onmogelijk en dat creëert soms eenzaamheid. Het is een situatie die we ons nooit hadden kunnen indenken tot drie, vier weken geleden. Uh, ik zie vandaag de dag heel veel e-mails passeren die uh, eindigen met uh, de, de bekende take care. Ik zou ook zo willen eindigen: take care, alsjeblieft.